voor mij was elke week dat wegen wel een dingetje zo van, wat zal het dit keer zijn? En ja, dan op een gegeven moment wordt het ook een sport, omdat het goed gaat. Ik ben Pieter Kapijnen van de Coppello, verpleegkundige en docent, medische vakken, twee banen die ik combineer. Ik ben 55 jaar, gezond, ja, happy. Toen ik zwaar was, toen had ik dat zoals gezegd niet zelf echt in de gaten. Ik wist het gewoon reëel echt niet. Terwijl het bizar is, want ik geef les aan studenten verpleegkunde. Dan heb je het over voedingsleer en over stofwisseling. Dan heb je op een of andere manier een blinde vlek naar jezelf toe. Bij de longarts werd ik dus geconfronteerd met een behoorlijk overgewicht. En toen vroeg die mevrouw die mij testte, die assistente, die vroeg, wil je weten hoeveel je weegt? Toen ben ik heel erg geschrokken. Dat was echt een knop om. Binnen 10 seconden had ik besloten van, wacht even, maar dit kan echt niet. Ik bewonder in Pieter dat hij super enthousiast is. Heel erg blij is met de begeleiding en het product. Dat geeft hij ook iedere keer terug en dat is heel fijn om te horen. Ik voel me fitter. Ik kan mijn veters trekken zonder dat mijn buik in de weg hangt. Op professioneel gebied kan ik zeggen dat ik eigenlijk veel alerter ben op de patiënten. De afname in het gewicht maakt dat mijn hobby gewoon steeds leuker wordt. Kajakken is een bezigheid waardoor je in een soort trance komt. Met wat minder gewicht ben je gewoon prettiger aan het varen dan dat je heel zwaar bent. Het was al leuk, maar het wordt nu nog veel leuker, omdat het makkelijker gaat. Je hebt minder gewichtsverplaatsing, letterlijk. Dus je vliegt als een vlindertje zeg maar, over het water, terwijl je vroeger misschien als een stoomboot in die golven denderde. Blijf zo doorgaan hoe je nu doet. Je bent enthousiast, je bent leergierig. Je weet heel goed hoe je je levensstijl aan kunt passen. En hou dat vast. Mijn toekomst zal never nooit meer zijn dat ik dat hoge gewicht zal krijgen. Ja, hoop ik. Ik ben dan wel het levende bewijs dat het kan. En ik gun het andere mensen ook.